Oké, nou, ik ga drukken. Ja, gisteren waren wij bij Pul. Ik wou eigenlijk gewoon eventjes met Donje even gezellig naartoe even gezelschap houden. Ze zei, ja, ik wil eigenlijk ook wel even naar de Pul. Ik zeg, oké, ja, want ik kan niet goed door die bril zien en ik moet eigenlijk, die bril is ook al 3 jaar oud, dus ik moet er even naartoe. Nou, we waren daar. Ik zei, ja, mag ik mee naar binnen naar die meting? Ja, is goed. Nou, en toen hadden ze die meting gedaan en wat kwam er uit de meting, Donja? Van 1,75 in de min ben ik naar 0,75 in de min gegaan. Dus ja, dus. Dat verklaarde ook waarom ik niks zie door mijn bril. Dus. Ja, je bent omhoog gegaan met je bent vooruit gegaan met je ogen. Ja, ze is vooruit gegaan met haar ogen. Ze heeft suiker en je ogen kunnen daar slechter van worden. En, maar sinds zij, sinds de Heer heeft aangeraakt met de genezingsdienst, zijn haar ogen van 1,75 naar 0,75 gegaan. Dus dat is eigenlijk niet te verklaren in de... In de wereld van de optician. Normaal gaat ze alleen maar uitbreiden. Klopt, en ze gingen ook nog extra onderzoeken doen en alles. Mooi. Ja. Ze kon het niet verklaren. Netjes. Ja. Nou, wie heeft jou genezen? God. Amen. Kijk, mooi zo.